Hey en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video en welkom dus terug op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een home tour. Ik dacht dat het alweer best een behoorlijke tijd geleden dat ik die heb opgenomen. En dus ja, leek het me leuk om gewoon nog een keer op te nemen, want er is in de tussentijd wel wat veranderd. Dus ik ga jullie opnieuw ons huis laten zien en dit keer wordt het wel een ander soort video, want dit keer is het gewoon een real-time in die zin. Ik heb niet echt opgeruimd, zeg maar. Of dat niet echt opgeruimd. Ik heb opgeruimd wat normaal ook niet, wat niet zichtbaar zou zijn. En daarnaast, alles wat normaal zichtbaar zou zijn, heb ik gewoon laten liggen. Dus het wordt echt geen Pinterest-proof home tour video. Het wordt gewoon een real time zoals wij leven. Ik ga het allemaal laten zien aan je. We beginnen hier. Dit is de voordeur waar je binnenkomt. En dat ziet er zo uit. En dan hebben we als allereerst hier de wc. En ik weet niet of jullie de vorige video nog weten, maar wow, dat zag er echt heel anders uit. Op naar de rest. Hier hangt een grote spiegel, zodat we kunnen kijken voordat we de deur uitgaan hoe we eruit zien. Dat vind ik altijd wel fijn. Ik heb verschillende soorten jassen. En dan wil ik vaak wel weten welke jas bij welke outfit staat. Dus dan kan ik gewoon even checken. Oké, hoe ziet het eruit? En dan kan ik door of een andere jas aantrekken. Hier hangen onze sleutels. Dit is een kastje met allemaal schoenen erin, met name van David. Ik heb mijn schoenen boven staan. Weer een spiegel. Ik ben echt dol op spiegels, maakt de ruimte echt groter. Hier hebben we nog wat decoratiedingetjes staan, een kandelaar en een plant. En daar staat een bankje met daaronder een mandje met winterspullen. En daar hangen twee van mijn jassen. Dit is de meterkast, dus is verder eigenlijk helemaal niet zo boeiend. Dit is de trap, die was toen ook al zo. Die had ik toen ook al gerenoveerd, als het goed is. Een stukje van de hal. Mijn edelstenen schilderij die ik gemaakt heb. Nieuwe hobby van me, vind ik super leuk om te doen. Edelstenen grid. En ja, hier hangt dus jas. Een hoekje met gewoon wat kandelaartjes. En van dat gras. Deze heb ik gewoon een keer geplukt, dus dit is echt. Dat doet het prima in huis eigenlijk. En aan de andere kant, hier heb ik mijn tassen staan. Hebben we onze jassen hangen. En hier nog wat tassen, gewoon spullen die we vaak gebruiken. En daaronder de trap zit nog een kleine opslagruimte. Gaan we door naar de keuken. Dit is nog iets wat we een keer willen aanpakken. Die is eigenlijk dus ook nog hetzelfde als de vorige keer. Ik wil eigenlijk in de toekomst deze kast wegdoen en dan hier een kast neerzetten. Verwarming weg, want die hebben we toch niet nodig in principe. En hierboven heb ik een leuke plantenhangsysteem gemaakt. En dan is een mooie houten kast of zo hieronder wel heel erg mooi. Maar dat is dus een project wat we in de toekomst gaan doen. Dan gaan we door naar de woonkamer. We hebben hier zo'n boog, zeg maar, zo'n stenen boog. En dan loop je door naar de woonkamer. Het is wat rommelig. Ik ga namelijk
Als jullie deze video zien, ben ik op fietsvakantie, dus vandaar dat daar al wat spullen liggen. Dit hoekje is echter veranderd. Dit was er de vorige keer nog niet in de vorige home tour. Ik heb hier een spiegel opgehangen van Xenos. Nee, zeg ik fout, van Casa. Die plant komt van de IKEA samen met de mand. Dat tafeltje heb ik zelf gemaakt van een houten boomstronk en wat houten tafelpoten. Deze tafel heb ik zelf met stickers bekleed en wat aangekleed met wat leuke plantjes erop. Dit is onze vensterbank. Ik ben echt dol op planten, dus die vind je door het hele huis terug. En edelstenen, zoals het edelstenen aquarium, of aquarium, terrarium, die ik de vorige keer ook heb laten zien aan jullie hoe je die kunt maken in een video. Het is momenteel een beetje een rommeltje, want David werkt boven op kantoor en dit is mijn area, om het zo maar te zeggen. Hier zit ik dus vaak te werken voor mijn bedrijf als life coach. Dus ik geef daar webinars, ik ben daar teksten aan het schrijven, noem het allemaal maar op. En hier ben ik vooral bezig met mijn hobby en dat is edelstenen schilderijen maken. Hier ligt nog wat van David, de Quest, en daar ligt nog wat boeken van mij. Wat leesboeken, wat leerboeken. Dat vind ik allemaal heel interessant. Leuk om te lezen en leren. Dit hoekje was er de vorige keer ook nog niet. Het zag er ook anders uit. En dit geloof ik ook. Hier liggen ook wat edelstenen schilderijen die ik gemaakt heb. Ik heb er nog geen andere plaats voor gevonden, dus ze liggen hier nog eventjes. Deze is trouwens nog niet af. Deze twee wel. En hier zitten er ook nog onder. Ja, heel cool. Echt een leuke hobby. En hieronder dus ook. En edelsteen schilderijen of edelsteen grids zijn het eigenlijk op canvas. Die zorgen voor een bepaalde energie in het huis of in een kamer. Dat kan dus zijn geluk, voorspoed, zelfvertrouwen. Dat kan van alles zijn. Dat heeft alles te maken met het patroon, zeg maar. Maar ook met de edelstenen die gebruikt zijn. Dus daar ben ik echt blij mee. Mijn moodboard voor 2020. Dit is dus dressoir. Deze moet nog weg. Die ga ik naar de kringloop brengen. Want wij doen eigenlijk niets meer met die stoel. Dus die staat hier nog maar een beetje te staan. En dit is de rest van de kamer. Hier hebben we een vitrinekast met een mandje daarnaast waar eventueel dekens in kunnen of iets dergelijks. Hier heb ik ook weer een edelstenen grid schilderij staan. Ik heb hier een boek liggen met een edelsteen erop. Hier hebben we van alles, van die souvenir dingetjes hebben we in de vitrinekast staan. Een foto van ons die we wel leuk vinden en weer lekker planten. Planten. Die vind je hier echt overal in huis. Planten. De tuin is inmiddels ook aangepakt. Dus die heb ik helemaal gerenoveerd. Ook super leuk. Stuk beter. Ja, en dan gaan we door naar boven. Hier hebben we dan een schilderijtje, of een schilderijtje. Hier hebben we een spiegel hangen van de Xenos en een nepplant van de IKEA. Want ja, planten doen het hier gewoon niet zo goed. Je ziet het al, het is best wel donker hier. Dus hier heb ik een vaas staan van de Xenos, geloof ik ook. Van tijd geleden. Met weer dat nep, of ja, niet nepgras, met dat gras zeg maar erin. Het lijkt nep, maar het is niet nep. Het is gedroogd. Hier hebben we een spiegel van de Action hangen van een tijdje geleden. Daar hebben we wel een hangplant, een vetplant. Die doet het mama. En hier hebben we een poster hangen die ik hier bij AliExpress heb besteld en gekocht. Dan kom je hier zo de trap op.
hangt hier een schilderij. Do what you love is voor mij gewoon super belangrijk, dus vandaar dat hij hier hangt. En dan hebben we hier een plant staan. Die staat hier ook wel heel leuk. En hij doet het hier ook super goed. Dus dat is top. Nog een plant natuurlijk. Een kandelaar. Een grote spiegel. En hier rechts is onze slaapkamer. Dit is, ik weet niet of dit de vorige keer er ook al was, met deze spiegel en dan deze planten hiervoor. En hier een plant naast. En ja, ik vind het gewoon mega leuk om bezig te zijn met styling in huis. Dus alles wat je qua styling ziet, heb ik gedaan. En David laat me daar gewoon lekker mijn gang in gaan. Vind ik echt heerlijk. Dus ik kan er lekker op los stylen. Ook hier op de vensterbank hebben we natuurlijk weer planten staan. Daar een bonsaiboompje. Daar nog een hangplant. Hier nog een hangplant. Dit is ook iets wat ik zelf heb gemaakt. Dit vind ik zo leuk om te doen. Dromenvanger. Nog meer planten. Ons bed. Ja, en hier is het nog een beetje kaal. Daar komt nog een schilderijtje of iets. En ja, dit is mijn nachtkastje met een heerlijke geurkaars erop van TK Maxx. Die is echt zo lekker. Die ruik je echt heel erg goed. Dit is aromatherapie Deep Sleep met sage, salie en lavendel. Oh, hij stelt niet scherp. Met salie en lavendel dus. Wat edelstenen voor een goede nachtrust. En een spiegel van de Action. En ja, hier staat dan verder nog een tv. Gebruiken we niet heel erg vaak. En een kaarsenhoekje. Oh, en deze van de TK Maxx ruikt trouwens ook echt mega lekker. Die ruik je ook echt super goed. Deze van de TK Maxx is dus ook super lekker. Deze ruikt naar Sweet Orange en Lemon. Ruik je ook zo goed. Wellicht hoor je het, David is aan het werk in die kamer. Daar kan ik nu dus even niks laten zien. Misschien dadelijk als hij klaar is. Gaan we naar deze kamer. Dit is mijn praktijkkamer, dus hier ontvang ik alle mensen. Hier voer ik gesprekken dus met mensen. Ja, als ik die niet online voer, zeg maar. Dus een gezellig hoekje gemaakt. Mijn boekje waar ik dingen in opschrijf. Water. En gewoon lekker licht vind ik heel erg belangrijk. Dat het een fijne ruimte is waar mensen zich prettig voelen, op hun gemak voelen. En ja. En ik heb hier altijd koffie en thee staan. En nu gebruikt David dat voor zijn werk, zeg maar. Dus dan loopt hij hier de hele tijd bovenop en neer voor koffie. De badkamer. Ziet er zo uit. Zoals ik al zei, het is een real-time house tour. Dus ik heb niet echt iets allemaal lopen opruimen of zo. De blouse van David hangt daar. De handdoeken hangen daar. Ja, dat is gewoon real life. Dus, maar dit is hoe de badkamer eruit ziet. Regendouche. Dubbele wasbak. Nou ja, prima. Helemaal blij mee. Alleen jammer dat er geen bad in zit, als je het mij vraagt. En dan is dit de trap naar de zolder. Die heb ik ook bekleed. Ja, ik ga de zolder verder niet laten zien, want er is echt niks aan. Er staat alleen maar rommel eigenlijk, of althans rommel. Er staan fitnessspullen en onze was die ligt daar, zeg maar. Dus daar is, ja, er is niet veel voor jullie aan om te zien, denk ik. Ik ga kijken of ik even die kamer kan filmen, even snel. Ja, ik ga het geluid er denk ik onderuit halen, want David is in gesprek op zijn werk. Dus dat kan ik niet filmen. Dus ik ga er een lekker muziekje of zo onder plakken.
En dat was onze, dat was onze home tour. Dus onze home tour, dat was mijn home tour. Ons huis, hoe het eruit ziet. En ik ben er eigenlijk best wel heel erg blij mee. De voortuin is inmiddels aangepakt, veranderd. De achtertuin, volg mijn vlogs om te zien hoe dat eruit ziet. Want daarin krijg je wat meer een beeld van mijn dagelijkse leven. En dan zie je ook wat meer voorbij komen. Maar goed, het regent nu, dus het heeft niet echt zin om de voor- of achtertuin te laten zien. Ik hoop dus dat je hem leuk vond, de home tour. En laat me vooral weten wat je ervan vindt. En dan zie ik je heel graag weer volgende week bij een nieuwe video. Volgende week komt er een weekvlog online. Dus ik weet dat jullie die altijd leuk vinden. Dus hij komt er weer aan. En tot volgende week. Doeg!